Welkom, ik ga jullie laten zien wat je moest invullen in de invoice, zodat je hem zelf handmatig kunt nakijken. En mocht je later nog een keer afvragen hoe zat dat ook alweer, kun je dit filmpje nog zo vaak afspelen als dat je zelf wil. Ik heb de algemene informatie alvast ingevuld. Ik zal jullie laten zien hoe ik aan die informatie gekomen ben. Het invoice nummer mag je zelf verzinnen. Dat is iets wat niet gegeven is. De datum van de factuur heb ik gezet op 25 januari. Je kan een factuur pas gaan sturen als het schip vertrokken is. Nou, zoals je weet hebben we gekozen voor de Norfolk Express. Omdat dat het enige schip was wat op tijd vertrok en op tijd aankwam. En dat ETS van de Norfolk Express is, kun je hier zien, 25 januari. Ik ben er snel bij en ik maak dus mijn factuur op 25 januari. Dan het volgende vak wat je in moest vullen is het BL-nummer. Hoe kom ik daaraan? Nou, ik zal het laten zien. In de BL-instructie heb je van jouw klant opgekregen. Het BL-nummer is RTM NY-001. Nou, dat is dus het BL-nummer en vul je daarin. De naam is de naam aan degene wie jij de factuur stuurt. Nou, je factuur stuur je aan jouw klant. Jouw klant is Lampenfabriek Het Lichtje. En dan vul je het adres in. Nou, dat staat ook hier. Energiestraat 17. De postcode 4824 HL. De city is Breda. En country is Nederland. Normaal gesproken zou je in het bedrijfsleven deze factuur in het Engels ook invoeren. Maar je mag hem voor je examen en voor nu gewoon in het Nederlands invullen. Verder, phone en e-mail hebben we beide. Zijn niet beschikbaar, staat in deze opdracht niet. Dus die kan je gewoon invullen als niet beschikbaar of kan je openlaten. Dan komen we aan bij de shipper. En die shippergegevens die kan je vinden in de BL. Of in de BL-instructies. Ja, hier staan ze. De shipper is Lampenfabriek Het Lichtje. Daar hoef je alleen maar de naam op te geven. Consignee is Bulb & Lamp Co. Ltd. Ik zal er nog even Ltd. achter zetten voor de duidelijkheid. Limited betekent dat. En de Notify is de same as Consignee. Dat kan je hier zien. Vervolgens de destination. Bestemming is New York. En de vessel. En een voyage is de Norfolk Express. En ik zal laten zien hoe we daaraan komen. Dat hadden we al eerder gekozen. Norfolk Express, voyage westbound 1431. Vullen we hierin. Port of loading is Rotterdam, want daar is de lading geladen. En port of discharge, dat zien we hier, is New York. ETD Rotterdam. ETD is hetzelfde als ETS, zoals jullie weten, 25 januari. Dus 25-1. En de ETA in New York is 6 februari. Dus die vullen we daarin. We hebben nu dus het algemene gedeelte gehad en we gaan ons nu richten op de kosten. Ik laat jullie nu zien hoe je de kosten in gaat vullen. Dat gaan we gewoon op de volgorde doen zoals in de tarievenlijst staan en zoals jullie het ook in de offerte gemaakt hebben. Ik begin met de zeevracht van een 40 voet container. En waarom van een 40 voet container? Nou, je ziet het hier. De lading is 1 keer 40 voet standaard container. En we hebben er 1, dus vullen we bij quantity 1 container in. Waren er 2 containers, vulden we daar 2 in. Waren het 100 containers, vulden we daar 100 in. De unitprijs is $2000. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat hier. USD $2000 per 40 voet container. En het is dus US dollar. De rate of exchange is 1,15. Dat hebben we al in de offerte vermeld en in de boekingsbevestiging. En ook de rekensom hadden we al gedaan. 2000 gedeeld door 1,15 is 1739 euro en 13 eurocent. De volgende lijn die we gaan doen is de BAF. En de BAF is 5% van de zeevracht. Nou, de zeevracht is 2000 euro, dus daar 5% van. We hebben 1 container, dus we betalen 1 keer BAF. De unitprijs hadden we al uitgerekend. 5% van 2000 is 100 euro. $100. En we vullen hier ook weer in US dollar.
En die moeten we hier ook weer uitrekenen. Gedeeld door 1,15. En dat hadden we ook al eerder gedaan. Is 86,96 euro. Dan de volgende lijn is de CAF, Currency Adjustment Fee. Die is 2,5% van de zeevracht. Nou, hadden we ook al uitgerekend. Quantity is 1, want we hebben 1 40 voet container. Waren het 10 containers, hadden we bij quantity 10 gezet. De unitprijs is $50. Want 2,5% van 2000 is $50. $50. En hier zetten we dan ook weer US dollar neer. De rate of exchange is 1,15. En dan rekenen we dus $50 gedeeld door 1,15 is €43,48. Ter verduidelijking, mochten het nou dus meerdere containers zijn, moet je dit bedrag wat hieruit komt, dus de unitprijs, stel dat er 10 containers zijn, moet je dus 10 keer 100 doen, is 1000. En dat 1000 gedeeld dan door 1,15 is dan in totaal een bedrag van €860,96. In dat geval moet je het dus altijd vermenigvuldigen voordat je hier het totaalbedrag in euro's invult. Vergeet dat niet. Het is nu dus voor één container, dus het is makkelijk. Maar mochten het meer containers zijn, moet je daar wel rekening mee houden. De volgende kosten die we hebben zijn allemaal in euro's. En die noemen we THC Rotterdam is de eerste. En de THC gaat ook per container. En hoe weet ik dat? Dat staat hier. THC per container €180. We hebben één container. En dan gaan we daar 180 invullen. Het is euro's. Dus we hoeven niet om te rekenen. Dat is dan dus €180. Punt 00. De volgende kosten zijn ISPS Rotterdam. ISPS. En die gaat, die ISPS kosten, die staan hier €14 per container. We hebben wederom maar één container. De kosten zijn €14. En we vullen hier ook euro in. Geen wisselkoers, want het is gewoon een eurobedrag al. En we vullen dus in 14,00. De volgende ISPS hebben we gehad. We gaan nu naar preparing. Preparing BL. Wat kost dat? Docs BL €35 per zending. Nou, we hebben nu maar één zending. Stel dat je straks de opdracht moet maken van de containers van Philips. Dat waren dus 2 BL's. En dan moet je dus eventjes rekening mee houden dat je dan dus dit bedrag keer 2 gaat doen. De BL-kosten zijn €35. En ook hier vullen we dan in €35. Totaal €35. Erg simpel. Helemaal omdat het maar één container is in dit geval natuurlijk. Dus is dit vrij makkelijk, vrij simpel. Dan hebben wij portiekosten. Oftewel het verzenden van die BL's naar de klant. Portie kost €25 per zending. Eén zending. Ook in euro's. En dat is dan totaal €25. De volgende is trucking voor het voortransport van Rotterdam naar Breda. En wat kost dat? Dat hebben we trouwens per container. Ik zal hem even laten zien. Die staat hier. Je hebt de tarieven van de wegvervoerder ontvangen. Trucking naar Breda kost €350. Nou, we hebben ook maar weer één container. En dat kost dus €350. Ook hier bij euro. En dan vullen we daar 350 in. Netjes om door elkaar zetten. Oh, dat gaat niet goed. Daar is die weer.
Oké. En dan hebben we nog als laatste de Delta Surcharge. En dat is een toeslag omdat de container in Rotterdam naar de Maasvlakte, naar de ECT Delta gebracht moet worden. Dat is vanaf Rotterdam ongeveer nog 50 kilometer rijden. En daarom rekenen ze dus een toeslag op de kosten voor die container. Omdat dat gewoon zo ver weg is. En dat die chauffeur dus langer onderweg is en meer diesel moet gebruiken om daar te komen. En daarom die toeslag van 70 euro. Nou, als het goed is, heb ik nu alle kosten vermeld. We hebben geen verdere wachttijdkosten gehad. Dus dit zijn de kosten. Dan komt er een totaal uit. Dat moeten we dan eventjes optellen, maar dat heb je bij je offerte ook al gedaan. En dat totaalbedrag is 2598 euro en 44 eurocent. Dat is dus het totaalbedrag dat jouw klant moet gaan betalen. En je moet ook nog eventjes aangeven wanneer jij dat uiterlijk van je klant wil ontvangen. De Terms of Payment, daar vul je dat in. En daar zet je dan bijvoorbeeld neer 21 days after departure of the vessel. En uiteraard mag dat ook in het Nederlands, 21 dagen na vertrek van het schip. Mag je in principe zelf kiezen, dan zal je bij je bedrijf waar je straks gaat werken, zal er een regel voor zijn of dat ze 30 dagen doen of dat ze 14 dagen doen. Dat verschilt per bedrijf en dat mag het bedrijf zelf beslissen. Ja, ik zou het altijd zo kort mogelijk houden, zodat je zo snel mogelijk je geld krijgt. Want zoals in het boek beschreven, de meeste bedrijven betalen pas op de allerlaatste dag van de betalingstermijn. Dus de dag dat die verloopt, gaan ze pas betalen om zo nog wat langer hun geld op de bank te kunnen houden. Nou, dit was het. Ik hoop dat het duidelijk was. Zo niet, kijk rustig nog een keertje terug naar de clip. En dan hoop ik dat je een goed voorbeeld hebt gemaakt nu. Bedankt voor het kijken.